over de finish en ik dacht bij mezelf van, die had even een kick nodig volgens mij. Ja, dat zeker, maar het was ook echt een lekker gevoel als je 8 kilometer solo hebt gereden en je haalt het dan. Dat gaatje was maar verrot te klein, hè? Ja, op het einde wel, maar ik denk dat ik na een rondje toch een seconde of 10 had. Ja, maar ja, je ziet ze dichterbij komen en je moet dus gewoon vol gas blijven geven, want anders pak je ze nog even op de laatste ronde. Ja, dat klopt. Even doorbijten, maar ja, je hebt na de finish tijd genoeg om uit te rusten. Ja, dan was er een enorme vreugde-explosie toen je over de meet kwam, maar je zei zelf al, ik was er wel even naartoe weer aan de zegen. Ja, dat is al eventjes geleden en ja, tenminste, ik doe ieder jaar al mee met de beste, zeg maar. Dus ja, dan, ja, je wilt altijd winnen, zeg maar. Hè. Ja, daar was ik even aan toe. Ja, dan heb ik wel gezegd van dit was eigenlijk een koers van de rekenmeesters. Heb je zitten rekenen of dacht je van jongens, jullie kunnen maar wat, ik ga gewoon vol gas? Ja, voor mij was het klassement al weg. Dus ik denk, ja, ik ga gewoon voor de dag zeker en dat lukte. Ja, en als het dan lukt, ja, dan is de vreugde natuurlijk hartstikke groot. Beschrijf de koers, hoe heb je hem beleefd? Ja, het ging de hele tijd best wel hard. En kon niet echt iemand wegkomen en op het einde viel het dan een beetje stil. En toen probeerden een paar jongens weg te rijden en die kon ik dan counteren, zeg maar. En daardoor kon ik wegblijven. En was het nou echt zo zwaar als sommigen zeiden? Of had je zoiets van, nou ja, het regende, maar het viel wel mee? Ja, het was vooral koud. En door de regen werd het nog iets kouder. Ja, koud en nat, hè? Ja, dat vooral, ja. Je weet het, hè? Aan of verplicht, volgend jaar moet je weer zijn. Ja, dat is wel de bedoeling. Het was een mooi toernooi. Ik begrijp ook dat de organisatie goed was. De renners waren tevreden over het parcours. Er waren gisteren wel wat problemen mee met het verkeer. Maar goed, daar moet ik ook even aan wennen. Maar over het algemeen ben ik heel tevreden dat dit voor de Zeil een mooi evenement is geweest. Landelijke bekendheid. En daar doen we het voor. Ja, dan heb je de hele middag staan kijken hier. Af en toe stromende regen. Gelukkig, of misschien wel minder gelukkig, wat weinig wind. In tegenstelling tot gisteren. Jammer denk ik, maar er werd niet minder hard om gekoest, hè? Nee, ik vond dat ze hard koesten, ondanks de regen. En ja, eigenlijk, wielren, weet je, het is open lucht. En ze hebben een mooie zomer gehad. Dus dit was even weer winnen. Maar ik heb wel waardering voor de jongens dat ze met zoveel mensen over de finish zijn gekomen. Meestal zie je dan wel eens in criteriums als de wedstrijd is gelopen dat ze afvallen. Maar dit was voor klasse. Ja, het is een hele organisatie. Je hebt, behalve dat rondje ziel heb je ook die KWU clubcompetitie hier in onze havenplaats, mag ik wel even zeggen. Ik denk, ja, wat is de volgende stap? Zit er nog meer in? Nou, we zijn natuurlijk... We waren in de race, of we wouden medewerking verlenen aan het wereldkampioenschap wielrennen die in 2020, geloof ik, zou worden gehouden. Daar is Noord-Nederland eerst voor afgevallen, maar daar hadden we ook graag medewerking in wilden verlenen. En ik vind ook, wat ik de afgelopen dagen heb gezien, ze mogen wat mij betreft volgend jaar wel weer komen in Delfzijl. Het is natuurlijk een prachtig stuk promotie voor de Delfzijl, hè? Ja, we willen graag op de kaart staan, maar belangrijk is ook de sport. De beweging, het verhaal wat erbij hoort. En Delfzijl heeft veel te bieden. We hebben een kanteling in Delfzijl. We proberen positief naar voren te komen. En ja, daar is sport ook een onderdeel van. Volgende week, op mijn vierdaag, heb je weer de zeemeilenloop. Staan we hier met de 500 mensen die we deelnemen. Dus over volgende week ga ik Sjeu de Boelen. Daar is iets tegenover. Ja, het WK had je het over, hè? Zo hebben we voor jong en oud even wat wils in Delfzijl. En dat moeten we hebben. Wielrennen, Jan. Ik heb toch even met een schuin oog gekeken naar die bobbel daar bij het Eemsmodel die eraan zit te komen. Als je nou weer een wielerkoers in Delfzijl hebt, is dat misschien iets voor een bergprijsje? Als het kan qua breedte, want we zitten met een... De weg moet een bepaalde breedte hebben, geloof 2,20 meter. Als het kan, dan jagen wij ze er volgend jaar overheen wat mij betreft.